Hoi allemaal! Als ik video's maak in het Engels, dan krijg ik veel commenten van Nederlanders. En ze vragen: wanneer zal je meer Nederlandse video's maken? En ik wil meer Nederlandse video's maken. Maar de video's over het Nederlandse accent, als ik hen maken, dan heb ik veel tijd nodig. En nu heb ik niet zoveel tijd. Maar dit is wel een Nederlandse video en jullie kunnen mijn Nederlandse, mijn Amerikaanse accent in het Nederlands horen. En jullie kunnen zien dat ik heb wel een accent en dat als ik Nederlands spreek, dan maak ik heel veel fouten en spreek ik langzaam. Zo. En ik weet wel dat ik veel fouten maken. En ik weet ook dat ik zal 100 commenten krijgen over elke fout dat ik maak. En dat is oké. Maar ik wil dat jullie mijn echt Amerikaanse accent horen. Zo, ik heb hier wat Nederlandse boeken. En ook mijn computer. Computer en ook mijn hond. Oeh! Hallo! Dit is Samson. Hoi allemaal! Ik ben lief! Oké, en ook mijn computer met nieuwsartikelen. Oké, zo. Ik ga kiezen een paar selecties, is dat woord? Ik weet niet. Vanuit deze boeken. En ik heb hen niet voorbereid. So, here we go. Het eerste boek is dit kinderboekje. Het is een boek met poema's voor kinderen. Zo, ik kies. Oké. Dit. Ik wil een hondje. Hondje. Ik wil een hondje met een zwaaistaart. En dat ik altijd met hem speel. En nooit meer zuur, dat ik me nooit meer verveel. Ik wil een hondje met een ijstaart. Het geeft niet wat voor kleur, dat ik er altijd voor zal zorgen. Gisteren, vandaag en morgen. Oké, zo. Dat is voor kinderen. En dit boek is, het is echt voor kinderen van alle leeftijden, maar ik denk dat het is voor kinderen van 8 tot 12 jaar. En jullie kunnen mij vertellen of je ben het
Nou, zijn het met me eens? Oké, zo ik kies. Hier. Trouwens, heel veel dingen zijn uit zichzelf al heel lekker. Vruchten zoals goudrenetten, pruimen, kruisbessen, frambozen, bramen, bosbessen, peren en kersen. Die zijn hartstikke lekker. En het leuke is ook nog dat ze allemaal hier in de buurt kunnen groeien. Ze hoeven niet met vliegtuigen of boten van heinde en ver gehaald te worden. Zoals wel gebeurt bij andere vruchten die ook al zo lekker zijn. Sinaasappels, bananen, kiwis, ananasen enzovoort. En wegen en dadels, dat zijn nog eens snoepjes. Hoewel waaien liever olijven eet. Ook granen kan je zo eten, zonder iets erdoor. Sommige mensen zijn daar dol op. Ik niet zo. Maar toch moet je het eens proberen. Zo een paar hapjes gekookte bruine rijst, of gerst of tarwe. Of volkoren brood zonder iets erop. Je zult ervan staan te kijken hoeveel smaak daar aan zit. Trouwens, suikermais, dat is iets om van door te blijven eten. Oké. En voor het laatste, ik heb hier nos.nl. En ik lees, ik kies een nieuwsartikel om te lezen. Omdat dit is... voor, ik weet niet het woord, voor adults geschreven. Ja, nieuwsartikel. Kies, hier, CDA-lid mag lijsttrekker kiezen. Poef. Oké. Het CDA-bestuur heeft besloten dat de leden de lijsttrekker mogen kiezen. Dat maakte partijvoorzitter Rut Petoom bekend na een vergadering van het partijbestuur in Utrecht. Het CDA-bestuur zal niet meteen zelf met een beperkte lijst komen. In principe mogen alle CDA'ers zich opgeven als kandidaat lijsttrekker. Leden kunnen zich tot 4 mei aanmelden. Kandidaten moeten voldoen aan de profielschets van de selectiecommissie. Ze komen op een lijst waaruit de leden op 18 mei een keuze maken. De twee kandidaten met de meeste stemmen gaan met elkaar in debat. De leden kiezen vervolgens de winnaar. Op 1 juni maakt de partij bekend wie de nieuwe CDA-leider wordt. Oké, zo. Ja, ik hoop dat je mijn Amerikaanse accent kunnen horen en... That's the end. Dag jongens.